Gerre Bourtien is al jaren het gezicht van het KWF in Almelo. Ook dit jaar komt er weer een collecte. En dat terwijl corona heel veel parten speelt. Hoe dat allemaal gaat, dat gaat zij iets over vertellen. Ja, inderdaad. KWF gaat de eerste collecte zijn tijdens corona. De eerste grote collecte, landelijke collecte. En KWF heeft erover nagedacht en we denken drie manieren te hebben gevonden waarmee we veilig kunnen collecteren. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, we hebben natuurlijk onze collectebus, zoals wel bekend. Die is voorzien tegenwoordig van een QR-code. En wat wij doen is we bellen aan en we zetten de collectebus voor de deur. We gaan twee stappen achteruit, anderhalve meter achteruit. En degene die open doet, die kan, zoals altijd bekend, het geld, contant geld, gewoon in de bus gooien. Of je kunt de QR-code scannen die aan de voorkant zit of die aan de zijkant zit. Dat zijn twee manieren waarop je zou kunnen collecteren. En de derde manier is, we hebben een kaart bij ons waarop een QR-code staat. Die doen we in de brievenbus. En dan zijn er twee mogelijkheden. We bellen aan en degene doet open en scant de kaart en betaalt op die manier. Of we gooien de kaart in de brievenbus en we gaan weer deurtje verder. Dan collecteren we zonder dat we contact hebben met mensen. Nou, ik vind het fijn dat ik vandaag wat mag vertellen over hoe we collecteren, zodat je ook weet dat het veilig is. Maar waar we vooral naar op zoek zijn, zijn mensen die ons willen komen helpen. Want in coronatijd zijn er natuurlijk een aantal van onze collectanten, die zijn wat ouder. En die vinden het toch vervelend om te komen collecteren, want die weten niet zeker of dat wel kan gezien hun gezondheid. Dus daarom roep ik eigenlijk op aan mensen die misschien iets jonger zijn, om ons te komen helpen collecteren. We hebben nog hard mensen nodig. Ook in coronatijd gaat kanker helaas gewoon door. Dus we willen heel graag heel veel nieuwe collectanten. En ik hoop dat je op deze manier, als je dit hebt gezien, dat het veilig kan, dat je ons wil komen helpen. Dat kan natuurlijk door onze Facebookpagina te bezoeken. Maar dat kan ook door ons een berichtje te sturen op kwfalmelo@outlook.com.